Een uur geleden hadden jullie mij echt niet moeten zien. Ik was chagrijnig, jongen. Dat was echt niet normaal. En dat had één simpele reden. Ik was namelijk Larry en Laurie aan het pushen naar de rank level 30. En het ging eigenlijk heel goed, totdat we een paar potjes verloren. En dat was net op het moment dat ik bijna de rank level 30 had gehaald. Ik zal jullie even mee terugnemen. Zo een tijdje geleden. Nou, 2 uur, dat valt ook wel mee. Maar in ieder geval, we zaten toen op de 987 trofee. Dus ik moest nog 2 potjes winnen. En op dat moment verloren we 3 potjes. En toen begon ik net met opnemen. Die opname krijgen jullie niet te zien, want zo heel interessant was het niet. Ja, we verloren alles. Nou, toen gingen we in totaal trouwens 4 potjes op rij verliezen. Dus zat ik in één keer weer op de 947 trofeeën. Ziek frustrerend. Nou, toen ging het weer goed. Toen wou ik hier eindelijk weer opnemen, omdat we bijna weer op de 1000 trofeeën waren. Verloor ik weer een potje. Wonnen weer 2 keer. Verloren we weer 2 potjes. Ik was er helemaal klaar mee toen. Echt super zagrijnig. Maar ik dacht, ik ga het niet opgeven. We gaan het weer proberen. Het is ondertussen 1,5 uur geleden. Ik heb in de tussentijd even gegeten. En nu gaan we het hopelijk halen met Kalt en Dries. 2 hele goede Brawl Stars spelers. Dikke shout-out naar hun. Want met hun heb ik ook de laatste 100 trofeeën elke keer gepusht. En dan hopelijk gaan we het nu in deze video halen. Maar voordat we verder gaan, doe dat duimpje omhoog. 3000 likes zou nice zijn, want het kost ze wel heel veel werk om dit voor elkaar te krijgen. Dus support wordt gewaardeerd. En vergeet niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Voor natuurlijk alle mooie video's. En gebruik de code BOUS als een nieuwe Brawl Pass natuurlijk uitkomt. Of als je überhaupt iets koopt in Brawl Stars. Wordt gewaardeerd. Maar laten we maar gaan spelen. En volgens mij heb ik nu aan 2 potjes genoeg. Als we 2 potjes winnen, volgens mij met de winstreak erbij, hebben we voldoende trofeeën om dan precies de rank level 30 te halen. Dit moet nu gebeuren. Als het nu niet gebeurt, ja, dan weet ik het ook niet meer. En net ging het dus de hele tijd fout op het moment dat ik ging opnemen. Op de een of andere manier ging ik dan te aanvallend spelen, waardoor het uiteindelijk net niet lekker ging en waardoor ik uiteindelijk helemaal gefrustreerd werd. En het ging steeds slechter en slechter daardoor. Dus dat was wel heel frustrerend. Maar oké, we hebben nu 2 tegenstanders nog. Ik moet hier even wel een beetje uitkijken. Want anders kan het gevaarlijk worden. Ik kan even hier kijken of we misschien wat hits kunnen doen. Nee, niet echt. Zit die Piper daarboven? Ja, die zit daar inderdaad. Oh shit, daar deed ik weinig hits op. Dus dat is wel jammer. Misschien dat we die Spike wat kunnen hitten. Op zich doet Dries het echt vet goed met Rico. Dat is wel nice. Alleen wij zijn wel een beetje afhankelijk van de muurtjes. Dat is dan wel weer balen. Kunnen en hier even kijken. Oh, die Piper die zat daar. Oké, ik heb die gekillt. Dus dat betekent als Dries nu Spike kan killen daar zo. Die daar nu in de hoek zit. Dan hebben we hier de eerste ronde gewonnen. En oh, dat ging nog net goed. Maar dat is mooi. Dat betekent dat we de eerste ronde hebben gewonnen. En ik heb bijna mijn super. Kalt heeft ook zijn super en Dries heeft ook al zijn super. Dus dat is wel echt een lekker begin. Wel zeker een lekker begin. Hier even uitkijken. En dat zijn 2 hits, dus dat betekent dat ik nu mijn super heb. En Dries heeft Piper gekillt. Dus dat is ook heel erg lekker. En dat betekent dat wij misschien nu wat door kunnen gaan pushen. Ik zal mijn gadget even aanzetten. En dan heb ik weer wat levens erbij. Pearl is ondertussen ook gekillt. Dus dat is chill. En dan is het nu alleen nog een kwestie van die Spike killen. En dat gaat wel lukken, inderdaad. Lekker man! En dat betekent dat we nu volgens mij 1 game zijn verwijderd van de rank level 30. We krijgen 6 trofeeën erbij. Maar we hebben een winstreak. Dus daardoor krijgen we 2 erbij. Dus dan hebben we in totaal 8 erbij. En zometeen hebben we een winstreak van 4. En dan krijgen we plus 3 erbij in totaal. En als het goed is, hebben we dan precies de rank level 30 gehaald met Larry en Laurie. Dat heeft zo lang geduurd, jongen. Dat is niet normaal. En Dries heeft trouwens ook nog apart voor mij zijn Rico iets laten zakken. Want die had hij boven de 1000 trofeeën. Waardoor we zeg maar tegen betere tegenstanders moesten. Maar nu zijn we er bijna. Maar wel goed gespeeld van Dries en Kalt trouwens ook met meneer P. Dit is trouwens ook de map waarin ik met meneer P, toen ik met de spelerstitel aan het spelen was, heel veel had gespeeld. Deze map wou gewoon lekker met meneer P. Dus meneer P is inderdaad wel een goede knokker hier. En Larry en Laurie is nog steeds, ondanks dat hij minder goed is gemaakt, nog steeds overal een goede knokker. Dat is echt niet normaal. Maar 1 potje en dan hebben we het gehaald. Rank level 30. Dus dit moet gaan gebeuren. We hebben een Rico, Larry en Laurie en een Edgar tegen ons. Op zich wel een goed team hiervoor in deze map. Dus dat kan wel spannend gaan worden. Ja, dat kan zeker spannend gaan worden. Oh, daar zit al een Edgar. Die wordt nu iets naar achteren gepusht. Dus op zich is dat wel chill. Moet even kijken.
Ja, het is altijd een beetje lastig inschatten waar die Larry en Laurie heen gaat. Heb ik die Rico? Oh nee, dat is jammer dat ik die niet heb kunnen killen. Oh, nu wel. Oh, dat is chill. Oh, maar die Edgar, die liep aan de andere kant. Ik zat niet helemaal op te letten. Ik zat zo gefocust. Maar ja, ik was alleen over, dus dan wordt het wel een lastig karwei natuurlijk. Oké, dan moeten we nu natuurlijk wel ervoor zorgen dat we deze game gaan winnen. Want anders ben ik weer 3 games verwijderd om hier het te halen. En dit is shit. Oh, dit is balen. Dit is balen. We kunnen even kijken of we die Rico misschien kunnen hebben hier. Ja, die heb ik. Dus dat scheelt. Maar ja, ik ben bang dat ik dit niet ga halen. Het was ook 2 tegen 1, dus dat was anders niet gelukt. Nou ja, en dit ging dus de hele tijd net ook zo. Shit man, ik was 1 game verwijderd. Dus nu moeten we weer 3 games winnen om het nu wel weer te halen. We geven het niet op. We moeten het nu halen. Ik heb al zoveel frustraties gehad. Ik heb al 2 opnames verprutst. Want ik heb al 2 video's hiervoor opgenomen. Toen had ik het elke keer net niet gehaald. Was ik de hele tijd 1 of 2 games verwijderd van de rank level 30. Nu moet het toch echt gaan gebeuren in deze video. Oké, Kalt en Dries hadden ziek goed gespeeld net. Dat was echt niet normaal. Want ik was dood en ze hadden 2 tegen 3 gewonnen. Dus dat is wel echt heel erg netjes. Ik moet iets meer uitkijken voor die Larry en Laurie. Want die kwam net echt in 1 keer uit de hoek zetten. En toen was ik dood. Oké, maar nu hebben wij Larry en Laurie gekillt. Dus dat is chill. Dus dat betekent dat in principe als wij dit nu goed doen, dat wij dit wel moeten kunnen winnen. Die Rico is als enige nog over en die hebben we nu wel, denk ik. En hebben we die nu? Ja, ik raak hem de hele tijd net niet. Dat is shit. En die heb ik nu wel en deze heb ik ook. Top, dan hebben we deze game gewonnen. Nou, dat scheelt alweer iets. Dat betekent dat we nu weer 2 games moeten winnen. En dan hebben we het weer gehaald. Dus we blijven doorstrijden. Gewoon meteen opnieuw spelen. Dit moet te doen zijn. Nog 2 games. En dat was net de hele tijd zo. Toen waren we er bijna. Toen verloren we weer. Toen wonnen we weer. Toen verloren we weer. Nu moet het in 1 keer eventjes goed gaan. Fang Piper, Larry, Laurie. Five Piper is op zich ook wel een goede knokker hier in deze map. Larry en Laurie, die kom je eigenlijk elke keer tegen. De knokkers daaromheen zijn vaak Rico. En heb ik die Larry en Laurie nu? Net niet. Oeh, Dries, kijk uit. Oeh, dat ging nog maar net goed. Oké, dat is in principe mooi. Dat Dries daar nog leeft. Ja, dat is zeker mooi. Kan ik daar wat hits doen? Ja, dat kan ik zeker. Oeh, die Feng die zat daar in de bosjes. Is dat even goed dat ik daar wegging? Ik dacht eigenlijk dat die Feng hier aan deze kant zou zitten. Ja, dat zit hij dus blijkbaar niet. Nou, dan weet ik dat ook. Ik heb trouwens ondertussen bijna mijn super. Dus dat is chill. En die heb ik nu wel. Ja, dat is ook chill. Dat scheelt weer iets. En nu kunnen we even kijken of we die Feng daar kunnen hebben. Die heeft in ieder geval zijn super verspild. Dus dat is chill. Ik zal mijn super gewoon aanzetten. Gewoon puur dat het iets makkelijker wordt om hier kills te maken. En dat we hier gewoon deze game even gaan winnen. Dat zou chill zijn. Ik zal mijn gadget even aanzetten. Aangezien ik toch mijn super heb gebruikt. En kan ik nu hier nog even mijn super uiteindelijk halen? Nee, Piper laat zich doodgaan. Nou, dan had ik misschien beter niet mijn super kunnen inzetten. Hoe dan ook, we hebben de eerste ronde gewonnen. Dus dat is chill. Dan hebben we nu nog 1 ronde nodig. En daarna nog 1 game. En dan hebben we de rank level 30 gehaald. Dus kom op, Joram. Kalt en Dries ook. Come on. En oké, ik moet hier even uitkijken voor die Fang. Maar dat gaat prima. Kan ik die dan hebben hier zo? Heb ik hem nog? Heb ik hem? Ja, ik heb hem nog. Oh, dat is heel erg chill. Dat is echt heel chill. Want dat scheelt een hoop. Want de Feng met super, ondanks dat je met eentje meer bent, kan wel heel gevaarlijk zijn. En dan hebben we hier nog eentje over. En waar zit hij? Hij zit daar in het midden. Die hebben we wel. Top! En dan hebben we deze game ook gewonnen. Nog 1 game. En we hebben de rank level 30. Larry en Laurie. Oh, donders. We zijn nu echt heel erg dichtbij. Ik ben nog niet eerder zo dichtbij geweest. Ik heb wel eens dat ik 1 game verwijderd was. Ja, dat had ik net ook. Maar dat had ik volgens mij in de vorige opname ook. Of dan was ik de hele tijd 2 games verwijderd. Dat zou ook kunnen. In ieder geval, toen was ik volgens mij 3 keer 2 games verwijderd. Volgens mij was dat zo. Maar nu ben ik echt 1 game verwijderd. Dus als we de komende game winnen, dan hebben we eindelijk weer een rank level 30 gehaald. Dat is echt lang geleden. Maar toch wel heel nice dat dat dan eindelijk weer gaat lukken. Maar kom op. We hebben Larry Laurie. We hebben een Buster. Die heb ik niet vaak, of die ben ik niet vaak tegengekomen. En die heeft trouwens zijn spelerstitel met Buster. Dus dat is een goede Buster speler. Dus dat betekent eigenlijk één simpele ding. Ik moet de bosjes hier aan de zijkant vermijden. Ja, dat sowieso. En dit is een kloon. Dus daar hoeven we geen rekening mee te houden. Oké, hier even oppassen. Want Larry en Laurie kan natuurlijk wel gevaarlijk zijn. Ik zal even kijken of ik hier misschien een surprise attack kan doen. Dat gaat nu helaas niet lukken. Dus dat is jammer. Ja, hij kreeg net te veel damage net tegen. Vaak kan je via de zijkant wel een mooie surprise attack doen.
vaak wil dat wel lekker. Maar ja, dan moet je dan natuurlijk wel net lukken. En die Larry en Laurie, die zit nu daar. En kan ik hem hebben? En is hij nu dood? Nee, net niet. Maar hij heeft... Ah, hij zit daar wel een beetje op gesloten. Jammer dat ik er dan weer een paar hits tegen krijg. En kunnen we hier misschien nu kills maken? Ja, dat lukt. Oké, nice. Kalt, goed gedaan. En dan moeten we nu even die Larry en Laurie daar pushen. Zorgen dat we in ieder geval die kills daar maken. En eigenlijk dat ik mijn super kan halen hier zo. Oké, hier eventjes op Daniel. Ja, dat is mooi. En dat is weer een hit. En dan wil ik nu even mijn super krijgen. Dat zou mooi zijn. Ja, ik heb mijn super. Oké, nice. Dat scheelt zo meteen voor de volgende game. En ook mooi dat Dries en Kalt ook nog levend waren. Niet dat het heel veel uitmaakt. Maar ja, dan heb je in ieder geval 3 knokkers over. Oké, heeft Kalt nog een gadget? Ja, daar is Leon aan die kant. En Buster zit ook aan die kant. Dus dat betekent dat wij mooi vanaf deze kant kunnen gaan vechten. Ik weet alleen niet waar Buster zit, om eerlijk te zijn. Maar daar komen we zo meteen snel genoeg achter. Ja, inderdaad, die zit hier zo. Oké, nou, dat is duidelijk dat hij daar zat. Ik kan even mijn gadget aanzetten en dan gewoon een paar hits hier in het midden. Met de hoop dat die raak gingen. En nu moet ik trouwens uitkijken. Die Larry en Laurie van hun kwam wel gevaarlijk dichtbij op deze manier. Even kijken. Hier even een hit. Ja, oh, die moet kapot namelijk. Even kijken of we die Daniel nu weg kunnen pushen. Het is een spannend potje. Ik zit misschien wat minder te praten dan normaal. Maar ik zit echt opperste focus. Want deze moeten we winnen. Deze mogen we echt niet verliezen. Oké, jammer dat ik die Daniel net niet raak. Dat is zeker zo jammer. Die raak ik wel en die raak ik ook. En dan hebben we nu alleen nog die Leon. En kunnen we die nu hebben? Dat zou mooi zijn. En ik kan mijn super aanzetten. En dan kan ik met mijn gadget die wel killen. En dan hebben we het gehaald. We hebben het gehaald! Let's go! Eindelijk weer rank level 30. Oh, dit was wel weer een heel kabij om dit voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt. Rank level 30, Larry en Laurie, nadat hij minder goed is gemaakt. Want hij was natuurlijk in het verleden veel beter. Maar ondertussen is hij wat minder. Maar wel ziek nice dat het is gelukt. Ik wil Dries en Kalt enorm bedanken voor het helpen pushen. Want door hun heb ik het natuurlijk ook gehaald. En ze hebben echt goed meegeholpen. Dus hun bedankt. Jullie allemaal bedankt voor het kijken. En heb ik tot slot nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk... Ik zie... Oh, ondertussen boertje. Ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de bouws army kleding. Hoi.